Nederland en Brazilië gaan intensiever samenwerken in de strijd tegen drugsmokkel door het uitwisselen van scanbeelden. Brazilië is een van de grote doorvoerlanden van cocaïne naar Europa, ook naar Nederland. Daarbij speelt deze haven in de stad Santos een sleutelrol. Nederland en Brazilië hopen nu voortijdig cocaïnesmokkel op te sporen. Maar de vraag is, gaat het wel lukken in een haven waar een drugskartel de dienst uitmaakt? Ieder jaar breekt deze grootste zeecontainerhaven van Latijns-Amerika wel een record. Of er wordt meer vracht vandaan vervoerd, of meer cocaïne. Drugscontroles zijn er volop en regelmatig cocaïnevangsten. Maar er glipt ook veel tussendoor. Havia muita apreensão, mesmo escondendo a droga, e passaram a colocar a droga dentro do terminal, em algum container que já tinha sido escaneado. Daarom gaan Nederland en Brazilië scanbeelden uitwisselen. En kunnen Nederlandse douaniers binnenkort ook rechtstreeks meekijken met het scannen van de vracht in Brazilië. Een aanpak waar staatssecretaris Aukje de Vries van toeslagen en douane veel van verwacht. Dan kunnen we kijken wat zij gescand hebben, hoe dat beeld eruit ziet. En dan doen wij de scan in Nederland ook nog een keer. Dan kunnen we vergelijken. En dan word je effectiever. Het klinkt veelbelovend, maar of het ook lukt. Brazilië's grootste drugskartel, de PCC, opereert ook vanuit deze haven. Volgens justitie verschepen zij per maand een ton cocaïne, onder andere naar Europa. Ze hebben veel geld, veel macht en hun tentakels ook hier in deze haven. De vraag is dus of dat samenwerkingsproject met de scans niet een druppel is op de gloeiende plaat. Ele lucra muito com essa rota de passagem da droga e envio da droga para outros continentes. Ele envolveu 3 caminhoneiros, envolveu uma pessoa que sabia qual era o container, onde esse container estava, para onde esse container ia. Via corrupte havenmedewerkers die ze goed betalen, krijgt het drugskartel steeds meer grip op de haven. Toch willen beide landen zich in hun samenwerking hier niet door laten afschrikken. We moeten innovatief zijn en we moeten ook slimmer zijn dan de criminelen, want die hebben echt heel veel geld. Dus we proberen ook telkens andere maatregelen te nemen, die samenwerking te zoeken met de landen in Latijns-Amerika. Ook met Ecuador, Panama en Costa Rica, waar ook veel drugs vandaan komt, wil Nederland in de toekomst scanbeelden gaan uitwisselen.